Het is eindelijk zover. Isa en ik staan samen voor ons eigen huis. Het voelt zo raar om te zeggen, maar het is echt zo. En daarom ben ik ook terug op mijn YouTube-kanaal. Het is lang geleden, maar Quinn is terug. En vanaf nu heet mijn YouTube-kanaal dus ook gewoon Quinn. En niet meer Uber Quinn. We gaan naar binnen in ons eigen huis. En we hebben gisteren getekend. Gisteren sleutel gekregen? Ja, dus we gaan nu gewoon al naar binnen. Het is zo raar. Let's go, kom maar mee. Nou, Isa, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Je moet wel een beetje je best doen nog. Zo. Kom maar binnen. Waar zijn we dan? In ons eigen huis. Gaan we eerst naar de woonkamer? Ja, loop maar door. Ja, het is redelijk uit gewoon dit huis, jongens. Het zit een beetje in de familie natuurlijk, verbouwen, klussen. En wij moeten er ook maar aan gaan toegeven. Ja. Elk huis waar we naar op zoek zijn geweest, we zijn meer dan een jaar bezig geweest, denk ik. Bijna een jaar. Ja, en elk huis wat we eigenlijk gingen zoeken was wel waar we iets aan moesten doen. Een opknappertje. En het ging steeds meer naar een opknappertje ook. Dus het ging van kwaad naar erger eigenlijk. Maar blijkbaar is dat ook onze wens, wat we dan heel graag willen. Dus we staan nu in de woonkamer en dit ziet er niet heel best uit. Ja, laat ik bijvoorbeeld al zeggen dat alles wat je ziet, gaat wordt weg, anders. Of anders, ja. Want ik denk, er is maar weinig wat... Nou, ik denk dat er niks blijft in de huidige staat. Alles gaat weg, anders, nieuw, ja. Het kan zijn dat we heel soms misschien de trapleuning of zo, weet je wel, dat je die dan opknapt om nog een beetje die oude stijl te houden. Maar hoe het er nu uitziet, gaat inderdaad heel erg veranderen. Laten we naar het allerergste van het huis gaan. Nou, het ene ergste. We gaan naar de keuken. Ja, dit is het ene ergste. Weet je wat ook nice is? Kijk. We hebben wel licht. Supergoed licht. Fantastisch. Ja, mama belt me al 2 keer. Hoi, mam. Ja. Ja, doe je wel bij, ja. Oké, ja, maakt niet uit. Ik ga weer even filmen, ja? Yo. Oké, we gaan door. We staan nu in de keuken. En deze keuken komt denk ik uit het jaar 0. Het huis is gebouwd in 1926 volgens mij. En we hebben ergens het vermoeden dat er na die tijd niet heel veel meer is gebeurd. Ik denk dat er nog nooit is geverfd hier. Serieus. Nou ja, in ieder geval vanaf de jaren 70 niet meer. Nee. Maar in ieder geval, dit is de keuken. Supermooi. Er zullen vast mensen zijn die deze keuken mooi vinden. En retro en vintage. En dit is helemaal wat je wil. Het is niet onze wens. Oh ja, naast de keuken zit dit hokje. Wij hebben eigenlijk geen idee wat het hokje is. Dit is er ooit bijgebouwd. Hier stond een tafel met een stoel om te eten, maar dat was het. Een soort kantoorachtig iets, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dit gaat gesloopt worden. Ja, vertel me een klein beetje wat er gaat doen. Klein tipje van de sluier. We gaan een aanbouw maken en die komt... Op deze plek, voor een deel. Komt op deze plek, voor een deel, inderdaad. Maar in de volgende video gaan we al onze plannen uitleggen, helemaal uitgebreid maken. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Nou, dan gaan we nu naar boven. En het eerste wat je ziet als we naar boven lopen is een hele gezellige scheur in de muur. Deze is echt fantastisch. Kijk, hier zit echt een mega scheur. Dat is niet heel goed nieuws. Maar dat gaat wel goed komen hoor. Dat gaan we allemaal oplossen. Wij waarschijnlijk niet, maar iemand gaat het wel oplossen. De aannemer. Ja. Nou, dan is dit de bovenverdieping. En beginnen we dan bij deze slaapkamer? Kleinste kamertje? Ja. Dit is de kleinste slaapkamer. Wellicht ooit voor een baby, als dat kan. Ooit, nog even. En anders voor logeerbedje. Precies, genoeg mogelijkheden. Of opslag, ja. We zien het wel. Wat we precies gaan doen qua kamerindeling en wie dat waar gaat slapen. Dat vinden we nog heel lastig. Hebben we nog niet echt een beeld bij. Wat wel leuk is voor de bovenverdieping om te vertellen is dat de indeling eigenlijk hetzelfde blijft. Dus hier gaan we gaan niet echt muren slopen of dat soort dingen. Indeling is gewoon goed. Het moet alleen allemaal opgeknapt worden. Dan is dit. De master bedroom of niet? Twijfelen er nog over. Dat. Maar in ieder geval, dit is een van de grote slaapkamers. Deze slaapkamer is net zo groot als de kamer hiernaast. Ja. Je hebt van die inbouwkasten en daar hebben we ook een leuk plan voor. Maar ook dat gaan we allemaal pas vertellen in de volgende video. Ja, dus dat is wel nice. Ja, en deze kamer is echt ook weer om te janken. Zo nou, alles je moet eruit. Niet het huis afbranden. Oh, dat bedoel ik niet zo. De staat van het huis is gewoon niet super optimaal. Nee. Maar het is gewoon een grote kamer. Ja, dat wel, maar daar ben ik het ook mee eens. Hè? Alles aan dit huis moet gebeuren, dus het ziet er nu nog niet zo mooi uit. Kijk, dat kan allemaal gesloopt worden. Hier woonde gewoon iemand, dat is zo raar. Ja, dat is wel gek, maar goed. Als in, het is logisch, maar ik zelf had het wel willen verbouwen. Maar ja, ik snap ook dat mensen daar geen zin in hebben. Nee. Dus dat, zo werkt het ook gewoon. En dan is dit slaapkamer 3. Waar we dus ook misschien gaan slapen. En deze kamer is wel al gestript, zoals je ziet. In de andere kamer zit al het behang en de zeilen nog op de vloer. Dat is hier er allemaal van af, dus dat scheelt weer een beetje werk voor ons. Nou, en dan de badkamer. En dit is eigenlijk het enige wat wel is verbouwd in het huis. Lampie. Dit heeft namelijk de vorige bewoner wel gedaan. Maar het is niet helemaal onze stijl. Dus waarschijnlijk gaan we deze ook aanpassen. Maar dat ligt er natuurlijk allemaal een beetje aan
hoe voorspoedig de verbouwing gaat en hoeveel geld er overblijft. Want laten we heel eerlijk zijn, het kost allemaal superveel geld. Dus dat moeten we ook allemaal maar even gaan ondervinden. Maar deze badkamer ziet er in principe natuurlijk gewoon netjes uit. De ergste kamer van het huis. Dat is deze. Cameraman Emmy denkt ook wat de hel. Ja. Nou, dit is dus een. Dit was een douche. En die warmtelamp is er zodat de vocht dan uit de kamer ging, toch is? Nou, volgens mij was het vroeger zo dat er geen verwarming dan kon worden gemaakt in je. Of er was geen verwarming. Je had gewoon kachels en zo van die. Ja, dus dit is echt. Ja, wat zullen we er eens dus van zeggen? Dus dan hing je een warmtelamp op in je badkamer. En die hangt er nog steeds. En verder is het gewoon 1,5 vochtplekken die daarin zitten. Ja. Maar goed, ook dit gaat allemaal gesloopt worden. Zo. En het is wel. Ja, dat moet je niet te hard tegen slaan, want je gaat er doorheen. En ik weet niet of het weg mag. Nee, weet ik ook niet. Ja, misschien wel. Ja, okay, gaan we vanzelf even zien. We gaan naar boven. We hebben namelijk ook nog een zolder. Op naar zolder. En dit is een super vette ruimte. Alleen omdat wij een mansardedak hebben. Een mansardedak. Mansardedak. Dus als je dak zo gaat. Ja, mogen we geen dakkapel. Dus er zijn niet super veel opties hier. Zeg maar, we hebben echt een super ruime kamer. Maar stel een dakkapel, dan was dit echt mega geweest. Ja, maar goed, die optie is er niet. Ook wel weer voordelig, want het scheelt heel veel geld. Ja, maar we hebben ook opslag nodig. Want ja, je moet toch ergens je kerstballen gaan neerzetten en je kerstboom. Dus dat kan hier mooi. Als je een kerstboom hebt. Maar dat kan dus hier mooi. Want ja, als je hier één groot slaapkamer van gaat maken, ja, waar moet je dan weer je spullen kwijt? Dus... En hier past sowieso, we hebben sowieso echt veel te veel ruimte eigenlijk voor ons tweeën. We hebben dit huis ook wel gekocht met dat we ooit de familie gaan uitbreiden. Dus dat is, als dat natuurlijk mogelijk is allemaal. Ja. En dan is dit natuurlijk wel echt een perfect huis. Zeker. En hier past natuurlijk ook gewoon nog een bed. Ja, dus we kunnen hier ooit een keer een deel kinderkamer of precies. Zoiets. Dat zou echt wel mogelijk. De opties zijn er, maar staan nu nog even niet op de planning, omdat ja, we hebben. En als jullie ook denken, hey, Quinn en Isa, wij hebben een heel leuk idee. Kan je het altijd laten weten in de comments natuurlijk. Ik dacht even dat je ging zeggen, hey, Quinn en Isa, ik heb nog een kamer nodig. Je kan bij ons in. Nee, dat ging ik niet zeggen. We gaan naar de tuin. Het wordt wel heel gezellig. Poging 3. Goed. Maar als je zo'n slot ziet al, dan denk je al, dat werkt niet goed. Zo. Maar het werkt eigenlijk best goed. Ja, prima. Oh, lekker man. In onze tuin. Ja. We vertelden net over de aanbouw. En die komt natuurlijk in je tuin. Dus we gaan een stukje van de tuin opofferen. Maar ik geloof dat we dan best wel genoeg ruimte overhouden. Ja. Want we hebben best wel een diepe tuin. En we gaan echt een hele vette aanbouw maken. Dus dat wordt echt vet. In de volgende video hoop ik echt dat ik daar een mooi ding aan jullie van kan laten zien. Dan moet je maar even gaan bedenken hoe je dat gaat doen. Ja. Maar ja, dit is de tuin voor nu. En wat we daarmee gaan doen, ik heb echt nog geen flauw idee. Dat laten we ook nog even een beetje links liggen, zeg maar. Yes. We gaan eerst maar eens focussen op het verbouwen van het huis. En dan kijken we later wel wat we met de tuin gaan doen. Eén voordeel, dit is redelijk kaal. Dus we hoeven ook hier niet heel veel. Nee, dat is wel chill. Het stond ooit helemaal vol, zei de vorige bewoner. Ja, maar dat hebben ze al een keer helemaal weggehaald. Dus dat is wel echt nice. Ja, we hebben een super grote schuur. Die gaat alleen wel weg. Ja. Ja. En nogmaals, ik denk dat je het niet meer terug herkent als het straks helemaal verbouwd is. En dat is ook precies de reden dat we zo'n video maken echt zo leuk is. Dat je later kan hier naar terugkijken over een jaar, twee, geen idee. En dan denk je echt, wow, joh. Wat hebben we allemaal gedaan, joh. Laat vooral ook even weten in de reacties wat jullie echt vet vinden om te zien. Of leuk of en wij hopen dat we er een heel mooi beeld van kunnen maken. Zodat jullie daar bijvoorbeeld zelf wat aan hebben voor het verbouwen of dat soort dingen. We hebben op dit moment allebei nog een klein beetje twee linkerhanden, denk ik, in het verbouwen. Nog niet heel veel ervaring. Nee, wij gaan het ook voor de eerste keer doen, dus we hebben geen idee hoe het gaat. Maar we nemen jullie gewoon mee en hopelijk doen we het goed. Want we gaan dus heel veel zelf doen. Ja. We gaan niet iemand erin zetten en zeggen, nou, we zien je wel over een half jaar terug. Dat kon de portemonnee ook niet aan. Dus we gaan echt heel veel zelf doen. Dus ik denk dat het heel leuk gaat worden. En ik vind het ook echt heel erg leuk om jullie hier in mee te nemen. Dus bedankt voor het kijken naar onze house tour. En we hopen jullie snel terug te zien bij de allereerste verbouwvideo. En dan gaan we ons plan aan jullie uitleggen.